Pak je rollator erbij en zet je leesbril op. Dit zijn de 10 scorende voetbalopa's. Op 10, Luca Toni. Luca Toni was een laatbloeier, maar ging ook extreem lang door. De spits werd op bijna 38-jarige leeftijd nog topscorer van de Serie A in dienst van Hellas Verona. Toni was enkele jaren daarvoor nog actief in de zandbak. Op 9, Abel Lenstra. Geen enkele Oranje International was ouder dan Abel Lenstra toen hij in 1959 op 38-jarige leeftijd scoorde in een oefenduel met België. 3 jaar daarvoor baarde de Fries pas echt opzien door Oranje met 2 goals langs toenmalige wereldkampioen West-Duitsland te loodsen. Op 8, Aritz Aduriz. Aduriz velde tijdens de eerste speeldag van het huidige La Liga seizoen Barcelona met een zeer fraaie halve omhaal. De spits maakte zich daarmee nog liefder bij de fans van Athletic de Bilbao. Helaas moest de 39-jarige Aduriz in mei zijn loopbaan beëindigen door fysieke klachten. Op 7, Francesco Totti. De oudste doelpuntenmaker in de Champions League mag natuurlijk niet ontbreken in het overzicht. Francesco Totti schreef in september 2014 historie door op 38-jarige leeftijd te scoren in het uitduel met Manchester City. De icoon van AS Roma ging daarna nog jaren door. Op 6, Teddy Sheringham. In 1996 was hij een van de beulen van Oranje op het EK van 1996 en dik 10 jaar later scoorde hij er nog steeds op los in de Premier League. Teddy Sheringham was 40 jaar oud toen hij voor het laatst het net vond in de Premier League. Op 5, Henk Vos. Het is bijna niet meer voor te stellen, maar begin deze eeuw was RBC Roosendaal nog een soort van stamgast in de Eredivisie. De op zeer regelmatige basis scorende Henk Vos was een van de boegbeelden van de Brabanders. De aanvaller bleef RBC tot na zijn 40ste trouw. Op 4, Claudio Pizarro. De 41-jarige Claudio Pizarro is bezig aan zijn laatste weken als prof. De Peruviaan is dit seizoen niet meer dan een sporadische breekijzer bij Werder Bremen. Maar tijdens de afgelopen jaargang was hij enkele keren zeer belangrijk. Met 40 jaar en dik 200 dagen is Pizarro de oudste doelpuntenmaker aller tijden in de Bundesliga. Op 3, Stanley Matthews. We maken even een zijstapje. Stanley Matthews was geen klassieke doelpuntenmaker, maar wel een levensgevaarlijke dribbelaar. De Engelsman won in 1956 op, hou je vast, 41-jarige leeftijd de gouden bal en was op zijn 50ste nog actief op het hoogste niveau in Engeland. Dan op 2, Roger Milla. Het WK van 1990 was dood en doodzaai, maar Roger Milla maakte met zijn acties veel goed. De Cameroener was afgeschreven en had een presidentiële ingreep nodig om de selectie te halen. Op het eindtoernooi zorgde Milla wedstrijd na wedstrijd voor verbazing. Zijn mooie dansjes maakten het plaatje helemaal compleet. En dan op 1, Kuzuyoshi Miura. Miura werd in 1998 buiten de Japanse WK-selectie gelaten. De reden? Hij was te oud. Dik 22 jaar later is de aanvaller echter nog altijd actief als prof. Miura is inmiddels 53 jaar en weet nog altijd niet van ophouden. De krasse knar speelt momenteel nog voor Yokohama FC. Dit waren ze dan volgens Michel Abink de top 10 scorende voetbalopa's. De groeten en de ballen.